Nou, hallo allemaal, Peter, Motortest TV. En ik sta hier met Paul en Guus. En voor wie ze nog niet kennen, moet je je als motorrijder eigenlijk een beetje schamen. Maar Paul is wat mij betreft toch de grote held van het wereldreizen, samen met Guus. Van hier tot Tokio heb ik gelezen. Ja? Die andere, ik vond het geweldig. Ja, ik vond het dusdanig leuk. En ik denk dat meer mensen het wel gezegd hebben, dat het idee hebben dat we bij je achterop gezeten hebben, ja, die reis. Ja, maar zo reis ik sowieso, want ik ben een beetje schatplichtig, hè, naar een Nederlandse kijker, want ze helpen me op weg. Ja. Dus mijn belofte is dan, je reist virtueel met me mee. Ja, dat zit zo in mijn kop dat ik ook zou schrijven op een of andere manier. Ja, ik nou wil, dat is verdomd goed gelukt. Ik wil hier het verhaal intrekken, je moet gewoon met me meereizen. Ik ga het je zelf zo vertellen, ik lees eigenlijk nooit boeken. En deze heb ik nou niet in één keer uitgelezen, maar behoorlijk vlot. Ik vond hem heerlijk lezen. Dat vind ik heel fijn om te horen, dank je. Kijk, het eerste boek? Die moet ik gaan lezen nog. Nou, dan word je nog vrolijker van. Word ik nog vrolijker? Ja, die vind je zelf beter als tweede? Nou, het is niet beter. Het is een ander verhaal. Maar het is iets meer met de zon overgoten. Dit was iets minder sneeuw. Behoorlijk afzien, maar het zijn gewoon andere verhalen. Zelfde stijl opgeschreven, zelfde motor, zelfde ik. Maar gewoon andere omstandigheden. Dit was koud, ellendig. En dat was mooi. Leuke wijven, zon, zee, strand. Nou ja, in Rusland wakker worden vanuit de coma met een alcoholvergiftiging. Ja, dat soort dingen horen erbij. Ja, ik zeg dus altijd ja tegen dingen, hè, onderweg. Ja. Ik maak geen enkele uitzondering. Nee. Ja, dan moet je niet piepen als je af en toe eens in het ziekenhuis wakker wordt, toch? Nee, nou, dat is gelukt. Dat is gelukt. Hoe is het om weer in Nederland te zijn? Balen eigenlijk? Of? Nee. Ik moet zeggen, Rusland is een warm bad. Iran, maar dat is Nederland ook voor mij. Ja. De mensen zijn fantastisch. Waar ik niet mee kan overweg meer kan, is het systeem Nederland. Ja. BV Nederland. Dat is allemaal te wild, te druk. Dus kan dat niet meer. Ik ben nu 5 maanden hier. Volgende maand ga ik terug naar mijn jongetjes. Ja. En dan ben ik wel heel blij, hoor, moet ik zeggen. Maar ben je toch na Tokio, ben je toch ook bij ze geweest weer? Ja. Natuurlijk. Ja, ik ben nu ook, om dit boek te ondersteunen, ben ik in Nederland. Ja. En dan, dan weer terug naar de jongetjes, inderdaad. Hoe gaat het daar? Ja, daar is het relaxed. Het is daar chill, de zon schijnt en ik heb mijn jongetjes altijd bij me. Dan ben ik sowieso een stuk blijer. En het loopt goed. Wat altijd een rode draad in je verhaal was, is het stukje financiën, maar dat viel dan toch telkens weer op zijn plek. Ja. Hoe zit dat nu? Gaat het goed? Boek is moeilijk leven, maar als schrijver mag ik niet klaar voor. De tweede druk is eruit. Ja. 5000 boeken verkocht, nu een vrij korte termijn. Nou, dat zit dan toch weer in dat systeem vast, hoe dat dan weer werkt. Ja. Maar de marges zijn heel klein, maar het is niet alleen boeken, het is aan lezingen, het is dit. Mensen spreken je aan. Ik kom in Nederland echt in een enorm warm bad. En dat is als spin-off van het boek. Goed, maar dat heb je nodig. Nogmaals, ik denk dat je de respect verdient daarvoor. Ja, nou, voor mij in ieder geval. Wat een ander ervan vindt, moet een ander dan maar weten. Als Guus een boek kon schrijven. Nou, ik heb behoorlijk wat praatjes. Maar als hij losgaat, dan, dan lult hij de hele beurs bij elkaar uit. Dus, ja, hij heeft die motor. Ja, je ziet dat. Hij ziet er ruig uit. Hij heeft een heel groot... Maar, hoe zeg je dat? Spreken is zilver, zwijgen is goud. Ja, deze gouden zwijgen. Ja, hij ploft. Dat is zijn manier van praten. Weet goed, je wel. Ja, dat doet je ook echt. Dat doet je dan ook heel erg goed. Ook. Dan automatisch de volgende vraag. Afrika. Heb je alweer wat Afrika? Ja, heel goed. Ja, weet je, dat is een bekende vraag, lijkt me. Ja, Afrika, Wat ik zeg, ik ben in Nigeria geboren. Dan ga ik terug naar de oorsprong. Ja. En dat ligt in het hart van Afrika. Dat is zo'n mooi verhaal wat er op me ligt te wachten. Ja, en dan rij ik ook door naar Zuid-Afrika ook. Dus gewoon Amsterdam. Het hele continent. Ja, een beetje Amsterdam, Kaapstad. Ja. De Congo, Sierra Leone. Ik pak de westkust. Ja. Die is wat lastiger dan de oostkust. Dan heb je Liberia, Sierra Leone, moeilijke landen. Maar ja, ik ga een uitdaging niet uit de weg. Ik wou zeggen, moeilijke landen heb je er al zat van gehad volgens mij. Dus, ik moet gewoon een verhaal vertellen ook. Ja. Het moet niet te makkelijk zijn. Als ik onderweg ben, het mag ook echt zeer doen. Dat vind ik helemaal niet erg. Dat hoort bij het leven. Nou, dat lezen we ook, dat het echt wel zeer doet. Respect nogmaals. Je doet het gewoon. We kunnen het allemaal. Maar ik heb het gedaan en daardoor weet ik dat het eigenlijk veel simpeler is dan men denkt. Dat schrijf je ook inderdaad. Je moet het gewoon doen. Ja, je moet het gewoon doen. En geen excuses bedenken als dit jouw droom is om dit te gaan doen. Dan moet je eigenlijk alles uit je handen laten vallen en het gewoon ook doen. Want
Dan word je een rijker, een blijer, een mens van. Dus, nou, kijk maar naar mij. Weet je, dat vind ik een mooie afsluiter. Als het je droom is, moet je het gewoon doen. Ja. En, dat is, en je moet het boek kopen, je moet het boek lezen. Nou, je moet niks, maar ook daar word je vrolijk van. Daar word je echt vrolijk van. Deel 1 ga ik binnenkort lezen. Paul, was mij een waar genoegen. Dankjewel. Succes, man. Dank voor je plan. Yo, hoi.